Monique Zagwijn, Honk en Softbal Schiedam. Monique, heel veel gebeurt hier tot en met vandaag de opening. Schets even kort wat er gebeurd is en waarom. Nou, 9 maanden geleden is het veld op de schop gegaan. Alle velden zijn eruit gegaan, alles is er weer ingegaan. En nu hebben we 2 mooie velden. En vandaag is de officiële opening. Betekent, jullie hebben een aantal wedstrijden bij de buren gespeeld. Dat is nu ook voorbij? Ja, dat is nu ook voorbij. En we zijn heel blij dat ze ons geholpen hebben. Govers en Holy, top. Ja. Wat gebeurt er vandaag allemaal? Nou, vandaag hebben we de opening. De wethouder komt. Die gaat een mooi lintje doorknippen. Hij gaat de eerste bal gooien. En we hebben lekkere muziek. En we maken er een leuke dag van. Is die bij? Wethouder Fahid Minas van Sport, het ene complex na het andere wordt geopend. Even een korte voorgeschiedenis, wat was hier aan de hand? Nou, in 1997, toen speelde de Honk en Softbalvereniging op Sportpark Harga. En toen hebben we bedacht dat we ze tijdelijk voor 2 jaar naar deze plek zouden verplaatsen. Nou ja, 2 jaar werden er 5, 5 werden er 10, 10 werden er 20. En uiteindelijk hebben we met elkaar geconcludeerd dat dit een goede plek is voor de Honk en Softbalvereniging. Alleen zo'n goed team, zo'n goed spel betekent ook dat er af en toe homeruns en ballen verdwijnen in de wijk. Nou, dat was het mindere eraan. Dus uiteindelijk hebben we de ballen, de velden gedraaid. En dat was de laatste investering die we hebben gedaan. En we hopen nu dat ze hier langjarig kunnen blijven. Hoe ging die samenwerking met deze vereniging? Nou, die ging uitstekend. We zijn er eigenlijk ongeveer 2 jaar geleden met elkaar over in gesprek gegaan. En toen hebben we in eerste instantie bij de gemeenteraad hebben we middelen gekregen om die velden daadwerkelijk te draaien. Maar goed, de markt voor aannemers die trok aan, de kosten namen toe. En de aanbesteding die we daarvoor hadden gehouden, die mislukte. Dat hebben we ook gecommuniceerd met de vereniging. En uiteindelijk hebben we met elkaar geconcludeerd dat er meer geld voor nodig was. Zijn we ook weer teruggegaan naar de gemeenteraad. En dat geld hebben we gehad, waardoor we nu hele mooie sportvelden hebben gekregen. Bewoners speelden natuurlijk een belangrijke rol in dit verhaal. Hoe was dat contact? Ja, dit is natuurlijk in nauw overleg met de bewoners, de omwonenden van Bijdorp, de gemeente en de verenigingen gegaan. En we hebben intensieve gesprekken gevoerd, omdat die bewoners natuurlijk ook niet zitten te wachten op een bal in de tuin of een kapot raam. En zo is dat contact gegaan en ik denk dat we uiteindelijk nu een positief resultaat hebben voor de vereniging, maar ook voor de omwonenden en voor de gemeente. Nou, we vinken de ene vereniging naar de andere af, ze zitten er allemaal mooi bij, maar u voelt hem aankomen. Ik kreeg berichten van de handbalvereniging DWS, die willen toch ook wel eens wat beter. Wat weet u daar al van? Nou, daar weet ik niet zo heel veel van concreet. Ik weet dat we met allerlei verenigingen in gesprek zijn om te praten over de toekomst van een vereniging in Schiedam en hun accommodatie. En die gesprekken die voeren we. Tegelijkertijd zijn we nu met de gemeenteraad in gesprek om een sportaccommodatiebeleid te maken. Nou, dat is een beetje technisch, maar daar staat wel de toekomst in van sport in Schiedam en de accommodaties, hoe sportverenigingen erbij liggen. Ten slotte, hoe is het met uw eigen honkbalcapaciteiten? Nou, u heeft het kunnen zien. Ik kan een beetje werpen, maar lang niet goed genoeg zoals deze jongens het hier doen.